Heinrich Gable, stap weg van jaren met meneer Suid-Afrika. Het is mijn voorrecht vanochtend om samen met hem te gaan gesels. Heinrich, baie welkom. Het is lekker om je hier te heen. Ach, dank je, Rochelle. Het is een groot voorrecht voor mij om je te wees vanochtend. Eerstens wil ik zeggen, veel geluk met die titel. Dank je. Ik moet zeggen, het is een groot eer. Ik had het er eigenlijk niet verwacht. Nie. Maar ik heb baie hard gewerkt met dit, so ek is baie blij. Dus jij is die vraag wat ik wil vragen. Heb jij dit verwacht? En hoe het je besluit om deel te raken van meneer Suid-Afrika? Ja, het is een ongelooflijke verhaal eindelijk. Het is een droom wat al 11 jaar binnen mij wakker gemaakt is. Dieter Voigt, voormalige meneer Suid-Afrika, 2007. En hij het een jaar na dit bij ons bij de hoërskool skoonheidskompetisie. Hij was die beoordelaar geweest. En hij het na dit aan mij gekomen en zei, Heinrich, wauw, jy het een ongelooflijke verhaal. Ek glo jy kan hierdie inspirerende story van jou gebruiken om een verschil in Zuid-Afrika te maken. En soos, yes, die aand het ek net, ek kon nie slaap nie, soos meneer Zuid-Afrika sê dit van my. Imagine, ek kan een dag meneer Zuid-Afrika wees en dit met kinders deel of met mense deel of inspireer. So ja, dit is een droom wat al 11 jaar binnen my wakker gemaakt was. Ja. Jy het net ook genoem dat jy het een ongelooflike story, maar jou leven was nie altyd maanskyn en rose nie. Kan jy gou kortliks voor? Ja, kortliks is dit my ma by baie jong ouderdom verloor. My pa is oorspronkelijk van Duitsland en hy in daardie stadium in Duitsland gewerk en hy teruggekom vir die begrafenis en het weer oor see gegaan. So dit was baie hartseer geweest en ek en my twee ouer boeties was toe in 'n kinderhuis gesit in Wellington. Geplaas basis, ja, en dit, daar het gevoel of die wereld onder my uitgeruk is. So, dit was baie hartseer verhaal, maar ek het daardie dag besluit ook, ek kan besluit of ek vorentoe wil gaan en ander droom of net terugsit en net vergaan basis, ja. Is daar enige iets in jou lewe wat jy sou verander? Het is een baie interessante vraag, maar er is niks wat ik zou veranderen. Ik geloof alles gebeurt met de reden. En dit het my gemaakt, die mens wat ik vandaag is. So, ja, ik blij voor die goed dat gebeurt niet, maar ik kon het alles hanteer en het my baie sterker persoon gemaakt. So, ja, ik glad die spijt oor wat gebeurt het niet. Ik heb die beste daarvan gemaakt. Ik heb zo'n quote wat ik zei dat I refuse to become the victim of my circumstances. So, ik heb net geweier om onder te gaan. Ja. Wat wil je graag bereiken met jouw titel? Met mijn titel wil ik net zoveel als mensen, als moeilijk mensen inspireren en een verschil in andere mensen levens maken. Het is net mijn verhaal alleen. Ik denk als mensen het hoor, zal het klaar wel een grote inspiratie wees. En ik wil basis een aardige verschil maken voor alle die minder bevoorrechte gemeenschappen, waar ik basis sport gebruik om alle levens ook te veranderen. En van sport heeft mijn leven veranderd, het mij tweede kans op je leven gegeven. So ja, ik ben baie dankbaar voor en ik wil dit basis gebruiken ook om andere kinders te inspireren. So ja, ik heb een hart voor mijn bevoorrechte mensen. Wat was je gunsteling oomblik tijdens die competitie? Zeker, maar toen mijn naam aangekondigd was als ik winner. Maar ik moet zeggen, die broederschap wat gevormd is tussen ons finalisten, dat is redelijk iets speciaal waar ik aan vastklauw. Hier is baie ons wat na bij mij woon, wat ik baie meer gereeld gaan keier. Ik weet dinge is bietjie baie hektiek op die oomblik, maar ik geloof dat dinge rustiger gaan word. Gaan ons die banden net meer sterker kan maken, als ik zo kan zeggen. En ja, het was baie speciaal, die broederskap tussen ons, dat allemaal voor die rechte ding deelgeneem het en ook die rechte haar dra voor mekaar, ja. Nou wat jy die titel het als meneer Suid-Afrika, wat leef voor vir jou? Basis is daar een verantwoordelijkheid. Ik wil net graag die beste ambassadeur van ons land als moedelijk wees. En ek en my mentor Dieter, ons het ons eie organisatie wat ons half amper aan die gang het, waar ons Upcycle SA, waar ons nou tweedehandse sporttoerusting na minder bevoorrechte gemeenskappe toe gaan vat. So dit is iets wat baie speciaal is en ek is opgewonde vir dit. En net ja, basis wat ek dag vir dag en net die beste van elke dag maak. Wat is daar een ding wat jy wil hê mense met jou altyd by onthou? Wel, iets wat ek baie meer op gecomplimenteerd word is my nederigheid. So dit is iets baie speciaal vir my, iets baie na my hart. So ja, mense moet net besef dat hulle eindelijk net hulself kan wees om my. En ek is maar net een gewone op plattelandse seentjie verstaan, maar ja. Wonderlik. Soos my nederigheid, ja. Dankie, Heinrich, was so lekker om met jou te gesels en sterkte met die pad vorentoe. Ach, dankie, Rochelle, is een groot voorrecht vir my.